Het winkelend publiek en de winkeliers in de Herenstraat moeten even bijkomen van de schrik. Want agenten met getrokken wapens, dat komt in Wateringen gelukkig niet vaak voor. Ik hoorde een harde knal. Want mijn raampjes van mijn auto stonden open. En het ene moment was er niks en het andere moment zag ik dat er dus 3 agenten daar stonden met een wapen recht voor zich uit. En ja, ik zag een man verstopt tussen de auto's. Tussen de andere auto's ben ik ingestaan. En toen hoorde ik die agenten ook nog wel schreeuwen van naar achter lopen. En op je buik gaan liggen en op je knieën gaan zitten. En dat deed hij ook, die man. De dames van de bloemenwinkel hebben de hele actie noodgedwongen moeten volgen. We stonden in de winkel en we hoorden ineens 3 schoten, dus we gingen naar buiten. En toen zagen we dat er politie met getrokken pistool stond. En er zat iemand op de grond, een bruine man. Dus die werd op een gegeven moment ingeladen. En er was ook een andere man aan de overkant. Vroeg ze of even een glaasje water en even stoel. Dus dat bleek een gegijzelde zijn. Dus gisteren is die gegijzeld. En het geld uit de kluis gingen ze dus eigenlijk. Was de bedoeling dat ze dat hiernaast gingen innen. Bij de feestwinkel gevraagd waar die ING was. Ja. Dus maar ja, die weg hebben ze niet meer af kunnen leggen. Want ja, de politie was al in actie. Volgens omstanders heeft het slachtoffer zijn vrouw gebeld die vervolgens de politie alarmeerde. We zijn begonnen met een zogenaamde uitpraatprocedure. Dat betekent dat de verdachte onder schot wordt gehouden, dat hij uit zijn voertuig moet stappen. Dat deed de verdachte ook. Hij nam plaats voor het voertuig op zijn knieën. En op dat moment kwam er een motorrijder aanrijden en die ging met zijn motor naast de verdachte staan. De motorrijder werd aangesproken. Die voldeed niet aan hetgeen wat de politieagenten tegen hem zeiden. En daarom hebben we 2 waarschuwingsschoten gelost. De mysterieuze motorrijder is nog steeds voortvluchtig. Het slachtoffer is na onderzoek weer uit het ziekenhuis ontslagen.